De Groningse studentenvoetbalvereniging de Knickerbockers viert volgende week haar 40-jarig bestaan. En nou vraag ik me af hoe het eigenlijk allemaal begonnen is. Die ging erin. Ja, ik heb begrepen dat de Knickerbockers de grootste voetbalstudentenvereniging van Nederland is. Klopt dat? Dat klopt. Dat zijn wij inderdaad. Ja. Hoeveel leden hebben jullie dan? Wij hebben zo'n 430 leden. Verdeeld over 22 voetbalteams. 17 heren en 5 dames. En zowel op zaterdag als op zondag? Nee, alleen op zaterdag. Ja. Nou, en nu dus begint morgen het Lustrum, begrijp ik. En jij bent van de Lustrumcommissie... Sander? Ja, klopt. Wij trappen er morgen aan met een borrel voor de oud-leden en alle actieve leden die de afgelopen 5 jaar actief zijn geweest. Nou zijn jullie 40 jaar oud, maar heb je nog veel oude spullen? Nou, niet zo heel veel meer, want onze kantine, het Apple Knockers Flophouse, ik geloof dat dat ook wel bekend is hier in de stad en in de regio, die is afgebrand vorig jaar, vorig seizoen, 13 mei. En er zijn nog wel enkele dingen bewaard gebleven. Mooi om dat nog even op te hangen, maar eigenlijk het mooiste wat wij nog hebben uit het oude Flophouse, dat is het barblad. Want die hebben wij eruit gesloopt. Ja. En die bleek nog wel te functioneren. En, is dat niet tekenend voor de Knickerbockers dat je dit er wel uithaalt? Ja, toch wel. Ja. De derde helft. Absoluut. De bar is zo'n beetje het belangrijkste bij ons in de kantine. Nu waren er ook voor 1967 al studenten die voetbalden. De eerste voetballende Groningse studenten gingen naar Biekwik. De oudste nog bestaande voetbalvereniging alleen voor studenten is Forward. Dat bij de oprichting in 1903 Voorwaarts werd genoemd. Deze vereniging was verbonden met Vindicat. Voor katholieke studenten had je Albertus Magnus, voor gereformeerden Vera en voor anderen Vindicat. Maar er waren ook studenten die daar geen zin in hadden. En die richtten een andere studentenvereniging op. In 1940 werd dat de Groene Uil. Na de oorlog veranderd in Unitas. En hier aan de Noorderhaven kregen ze op 13 april 1962 door burgemeester Tuin geopend hun sociëteit, de Horst geheten. En dan heb ik een tekening voor de verbouwing die plaatsvond. En het blijkt eigenlijk dat hier was wel de ingang. Maar dan kwam je door een gang erachter. En dit is aan de Hoekstraat. En dan zie ik dat daar ook een hele grote bar was. Nou, eens kijken of er nog iets van over is. Nou, dit Hoekstraat 7 en 9 hoorden bij de panden aan de Noorderhaven. Eens kijken of er iets van de sociëteit nog te zien is.
Goeiedag. Goeiedag. Hi, Beno. Ja. Dit is een pand geweest, als het goed is, van Unitas, de studentenvereniging. Weet je ervan? Ja, ik heb wel wat van gehoord, maar niet echt heel veel. Ja. En is er hier binnen nog iets te zien daarvan? Ja, ik denk het wel. Een paar kleine barretjes er nog. Oké. Okay. Ja. Dit is de bar dan. Oh, fantastisch. Ja. Ja, dus dat zou nog de oude Unitas bar zijn, voor zover jij weet? Voor zover ik weet wel. Ja, want hoe lang zit jij hier? Ik woon hier nu 2 jaar. En er was voorheen iemand die woonde hier 10 jaar. Oh, oké. Okay. En die zei ook al dat hij er zo lang in zat. Ja, ja. En is er verder niks veranderd hier eigenlijk? Of, Alleen die muur die je daar ziet, dat is er later in gekomen. De slaapkamer is geïsoleerd 2 jaar terug. Oh, dus dat was ook open vroeger? Ja, er zat een canvas doek met een constructie erin. Ja. Nou, dan waren hier in de jaren 60 de studenten van de Unitas. Ja. Hé, hey, zelfs nog een barkruk van Unitas, Gjald. Nou, dat weet ik niet, maar het zou best kunnen. Het meisje wat hij voorheen zat, die zei ook al dat hij er al in stond voordat zij er kwam. Oké. Okay. Nou, wie weet is dan op deze kruk het idee voor de oprichting van de voetbalclub De Knickerbockers ontstaan. Want hier, in deze sociëteitsruimte, werd natuurlijk onder het genot van het drankje, op zeker moment bedacht door de sportraad van Unitas. Dat was de overkoepelende club van alle sub-sportverenigingen van Unitas. Want er werd getennist, gevolleybald, gebasketbald enzovoort. Het bedacht dat er ook moest worden gevoetbald. En er waren een paar mensen die dat oppakten en een elftal gingen vormen. Nou, er waren er in het begin niet genoeg mensen voor een hele voetbalclub. Dat blijkt uit deze brief die ik heb uit het archief. Een brief aan het sportkeuringsbureau, ondertekend door Ger Lanjouw en Wim Neef, die het voorlopig bestuur vormden van de Unitas voetbalvereniging. En ze schrijven: voorlopig doen ze mee als team van Hellas VC aan de GVB-competitie, de Groningse Voetbalbond. Zo is het dus allemaal begonnen. De Knickerbockers als Unitas voetbalteam is hier geboren. Ja. Nou, we staan hier op de plek waar het veld lag van Hellas VC, direct over het spoor aan het Reitdiep. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. En jij zat in die tijd in het bestuur van Hellas VC. Ik zat in het bestuur van Hellas VC en op een gegeven moment kregen wij dus een vraag of hier een aantal studenten, gelieerd aan Unitas. Unitas, of die hier mochten spelen. En wat voor elftal werden ze? Nou, dat werd eigenlijk Hellas VC. 7 werd dat. Het 7e elftal, het laagste elftal. Geleased. Nou ja, kijk, het was een heel gezellig elftal. En in die tijd was het zo met studenten, ja, is die prestatie belangrijk of het samen gezellig bij elkaar zijn. Velen vonden dat later, hebben ze nog wel eens hele discussies over gehad. Ja. Nee, zaten er ook bekende namen bij? Nou, ik herinner mij dus dat Ipke Gietema, die later ook nog wel in Groningen bekend is geworden natuurlijk. Die hoorde bij de eerste groep. Ja. Ik dacht dat hij in de spits speelde, want kijk, dat was ook zijn latere leven natuurlijk. Hè? Spits. Hoe lang hebben ze hier gevoetbald? Nou, ze hebben hier 1 jaar gespeeld. Toen kregen ze veel meer spelers via Unitas erbij en toen hebben ze een eigen club opgericht. Okay. En dat is gaan spelen. Waar ze nu ook spelen, hadden ze toen nog 1 veld.
De kleding die in die tijd van de voetballers zelf was, die namen ze dus gewoon mee. En dat verklaart het blauwe shirt en de zwarte broek. Tot op heden het tenue van de Knickerbockers. De meeste studenten voetbalden het liefste op zaterdag, omdat ze dan zaterdagavonds konden doorzakken. Daarom begon de studentenvoetbalclub met een zaterdagafdeling. Nou, spoedig waren er wel genoeg jongens die ook op zondag wilden, dus kwam er een zondagafdeling bij. En dan de naam. Dat was een probleem. Op de eerste algemene ledenvergadering werd er over gesproken. Er kwamen ideeën als FC Unitas en FC Student, maar nee, geen algemene instemming. En toen, uiteindelijk, kwam iemand met het idee de Knickerbockers, naar een Amerikaanse band. En dat klonk ongeveer zo. Dat was het helemaal. Daarmee zou de voetbalclub duidelijk maken dat ze anders waren dan anderen. Voetballen in Knickerbockers. Nou, dat hebben ze uiteindelijk toch maar niet gedaan. Want dat was bij nader inzien toch niet zo handig. Lies, lies, that's all I ever get from you. Dat de Knickerbockers anders waren dan anderen bleek bijvoorbeeld in de jaren 70. Omdat hun tegenstanders vaak arbeiders waren die met hun belastingcenten het studeren mogelijk hadden gemaakt, vonden sommige spelers van het vijfde dat ze het niet konden maken van hen te winnen. Een eigen clubhuis had de Knickerbockers de eerste 20 jaren niet, maar het kwam goed uit, want in september 67 werd hier in de Paddenpoel, wat nu het Zernike-complex wordt genoemd, het sportcentrum van de Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding, kortweg de ACLO, geopend. Dit werd gebruikt, ook als kleedruimte, en erachter lag het veld. Doordat de Knickerbockers ook onderdeel werd van ACLO, kregen de voetbalclub ook trainers daarvan. Chris Eimers een hele tijd en daarna Jaap Pranger. In 1987 was het eindelijk zover en kreeg de Knickerbockers een eigen clubhuis. Het werd genoemd Appleknockers Flophouse, naar het bekende nummer van QB and the Blizzards. Nou, en hier stond het. Tot 13 mei 2006, want toen brandde het af. You don't know. What you're about to see. Come on, baby. Give me your hand. Come with me now. Try to reach the end. So if you don't believe what I'm trying to say, go ahead, girl, and find your own way. Nou, dit is de maquette van hoe het nieuwe Appleknockers Flophouse er globaal gaat uitzien. En als het allemaal mee zit, is het begin van het nieuwe voetbalseizoen klaar. Nou jongens, op jullie lustrum. Proost. Proost.